de Youngtimers. Jawel, de Youngtimers 50 cc, bouwjaar 1975, tot en met 1975. Ze mogen een carburateurdoorlaat hebben van 24 mm. De Youngtimers, bouwjaar tot en met 1975. En daar gaan de mannen van start. Chris van Hoogmoed aan de leiding. Evert Hofman, 133 op een tweede. En we hebben 101 Marcel Udo op een derde plaats. Ja, die is Evert Hofman op de kantoor uit Steenbergen die naar voren komt. Maar ook de man op de rondzaaks, jawel, Jan Visser. Op de mooie blauwe rondzaaks naar een derde plaats. De rondzaaks destijds vroeger gebouwd door de familie Rond in Bennekom. Maar Jan heeft ook een hele mooie race van gemaakt. Op de rondzaaks. Op een derde plaats. En die hebben op een vierde plaats. Ja, daar gaat Jan. Oh, daar gaat de man onderuit. Marcel Udo. Marcel heet dus Evert Hofman. Evert Hofman op de NPO aan de leiding. De NPO. Destijds gebouwd door Klaas Poort. Vele machines van gebouwd in de jaren 50, 60, de Enpo machine. Twee ronden te gaan, Dat is aan de leiding, Evert Bachman. Chris van Hoogmoed uit Soest op een tweede plaats, maar hij wordt ook fel op de huid gezeten voor Rien van der Veen. Rien van der Veen met de Kreidler. Op een vierde plaats hebben we Jan Soester. Laatste ronde voor de mannen. Nog heel veel spanning op die tweede plaats natuurlijk. Houdt Chris dit vol op die tweede plaats, dan moet hij toch de ring van de Veen. Nee, Chris die goed in een goede score. En op een tweede plaats, Rink op een derde. 16 hebben we Jan Visser op een vierde plaats. En Klaas Poort, onze veteraan, ik mag het eigenlijk niet zeggen.